Het Gebrandi-debat stond 9 november in het teken van de internationale sancties met betrekking tot de Russische Federatie. Dirk Sauer, Ruslandkenner en uitgever, verzorgde de inleiding. Internationale sancties tegen Rusland zijn vooral belangrijk om Oekraïne een hart onder de riem te steken. Maar we moeten niet onszelf overschatten en denken dat ze ontzettend veel impact hebben. Het meeste impact heeft het sturen van wapens en meer wapens. Het Gebrandi-debat biedt deskundigen uit de advocatuur, politiek, bestuur en wetenschap een podium om met elkaar in gesprek te gaan. Dit doen zij over actuele onderwerpen op het snijvlak van politiek en rechtsstaat. Goedenavond allemaal. Ik ben Suzanne Kaak en namens de Algemene Raad heet ik u allemaal van heel hartelijk welkom bij deze 12e Gebrandi-debat. Als het over internationale sancties gaat en de advocatuur, spelen twee belangrijke dingen. Eén is een moreel aspect. Willen wij Russische bedrijven en de Russische overheid wel helpen? Anderzijds kunnen we daar wel effectief in zijn. En ik denk dat het heel belangrijk is dat de advocatuur hier een actieve rol speelt. Het huidige verbod aan advocaten om te adviseren aan Russische bedrijven en aan Russische gesanctioneerde personen, dat is in strijd met onze rechtsstaat. Weliswaar wordt er een uitzondering gemaakt voor procederen en adviseren over procederen, maar in een rechtsstaat moet iedereen naar een advocaat kunnen stappen om ook zijn rechtspositie uitgelegd te krijgen. Dat is de essentie van een rechtsstaat.